Welkom bij deze video over de weerstand van een metaaldraad. In deze video wil ik jullie het volgende leren. Allereerst met welke formule je de weerstand van een draad kunt berekenen. En daarnaast ga ik jullie aan de hand van een voorbeeld laten zien hoe je de formule moet toepassen. Nou, voordat ik dat ga doen, kun je eerst voorspellen van welke factoren zou de weerstand van een metaaldraad afhangen. Bijvoorbeeld, hoe langer een draad, hoe puntje, puntje, puntje de weerstand. En je kunt het goed vergelijken met een gangpad waar je doorheen moet lopen. En waar jij niet in je eentje doorheen moet lopen, maar bijvoorbeeld een hele klas doorheen moet lopen. Dus alle 30 leerlingen lopen langs een gangpad. En dan zul je zien dat hoe langer het gangpad, hoe meer weerstand jij ervaart. Dus hoe langer het duurt voordat je uit dat gangpad bent. Ofwel, hoe langer een draad, hoe hoger de weerstand van een draad. Nou, vervolgens, hoe dikker een draad, hoe puntje, puntje, puntje de weerstand. Vergelijk het ook maar weer met een gangpad. Je hebt een gangpad en daar moeten weer 30 leerlingen doorheen. Wat gebeurt er nu op het moment dat het gangpad breder wordt? Nou, als het gangpad breder wordt, wordt het makkelijker voor jullie om er langs te gaan. Dus hoe dikker een draad, hoe lager de weerstand. Want het kost minder moeite om er langs te gaan. Nou, als je dat in je achterhoofd houdt, dan wordt de formule voor de weerstand van een metaaldraad eenvoudiger om te begrijpen. Die luidt namelijk als volgt. R is rho keer L gedeeld door A. Daarin is R de weerstand in ohm. Rho is de soortelijke weerstand in ohm meter. L is de lengte van een draad standaard in meter. En A is de dwarsdoorsnede in vierkante meter. Nou, de formule zoals hij hier op de PowerPoint staat, is niet de makkelijkste formule. Je kunt hem door een eenvoudig trucje, door het gebruik te maken van een eenvoudig trucje, op een slimmere manier onthouden. En dat is de volgende formule. R keer A is rho keer L. En eigenlijk is deze onderste formule precies dezelfde als de formule hierboven. Het enige verschil is dat ik deze A, de dwarsdoorsnede, naar de andere kant van het is-teken haal. En dat doe ik door beide kanten van de vergelijking te vermenigvuldigen met A. Dan staat er R keer A is rho keer L. Precies de formule die je hieronder in het groene blok ziet. En deze formule in dat groene blok, die is makkelijker om te herschrijven. En daarom wil ik hem jullie leren. Wat is nou bijvoorbeeld de formule voor rho, de soortelijke weerstand van een draad? Als je er even over nadenkt, dan zul je zien dat dat hetzelfde is als R keer A gedeeld door L. Want dan breng je de L naar de andere kant, zodat je rho kunt berekenen. Mijn tip is dus, onthoud de formule in het groene blok als je wil gaan rekenen met de weerstand van een metaaldraad. Nou, een paar zaken die ik wil toelichten. Allereerst, de dwarsdoorsnede is het oppervlak dat je ziet als je een kabel zou doorsnijden. Dus je ziet in mijn plaatje hier een kabel en die heb ik doorgesneden op een bepaald punt. En de dwarsdoorsnede is datgene wat je ziet als je er van de zijkant naar de kabel kijkt. In dit geval zie je dan een cirkelvormig oppervlak. De dwarsdoorsnede is dus een oppervlak. En de vraag is, hoe bereken je dan het oppervlak van een cirkel? Nou, zoals je misschien uit de wiskunde wel weet, is het oppervlak van een cirkel hetzelfde als pi keer r kwadraat. Waarbij r de straal is. En zoals je ziet in het plaatje heb ik hier niet de straal gegeven, maar de dikte van de draad, ofwel de diameter. Dan kun je dus ook nog zeggen dat de dikte, of de diameter, gelijk is aan 2 keer r. Pas op dat de begrippen dikte en diameter vaak door elkaar gebruikt worden, maar er wordt hetzelfde mee bedoeld. Nog een opmerking bij de formule is, wat is nu precies de soortelijke weerstand? Nou, dat is een stofeigenschap en die hangt af, de waarde van de soortelijke weerstand hangt af van de stof waarvan het materiaal gemaakt is. Nou, dat kun je vinden in je BINAS in tabel 8 tot en met 10. Voorbeeldje, wat is bijvoorbeeld de soortelijke weerstand van koper? Als je kijkt in je BINAS, dan zie je bij de soortelijke weerstand staan dat rho gelijk is aan 17 keer 10 tot de macht min 9 ohm meter. Vergeet niet die 10 tot de macht min 9. Die staat boven in de tabel en die is van grote invloed op de waarde van rho zelf. Een andere veelgemaakte fout is dat
In plaats van de soortelijke weerstand kunnen ze de soortelijke warmte of de dichtheid van het materiaal opschrijven. Kijk daarom altijd heel erg goed voordat je een waarde uit je BINAS overneemt. En aangezien we hier te maken hebben met de weerstand van een metaaldraad, heb je dus ook de soortelijke weerstand nodig. Een voorbeeldvraag. Ik heb een koperdraad met een diameter van 0,26 mm en deze draad heeft een weerstand van 16 ohm. De vraag is, bereken de lengte van de koperdraad. Nou, als ik de gegevens die ik heb allereerst ga ordenen, dan kan ik het volgende opschrijven. D is 0,26 mm en meteen maar omrekenen naar meters, want dat is de standaard eenheid. Dat is 0,26 keer 10 tot de macht min 3 meter. R is de weerstand en die staat al in zijn standaard eenheid, namelijk ohm. En dat is 16 ohm in dit geval. Dan staat er nog een verstopt gegeven, namelijk dat we te maken hebben met een koperdraad. En zoals je net ook zag, de soortelijke weerstand van koper is 17 keer 10 tot de macht min 9 ohm meter. Dus dat gegeven staat niet expliciet in de vraag, maar je kunt er wel gebruik van maken bij je berekening. De volgende stap is het opschrijven van de formules die je kunt gebruiken. In dit geval zijn er twee formules, namelijk R keer A is rho keer L, de formule die je net hebt geleerd voor de weerstand van een metaaldraad. En omdat we het oppervlak moeten berekenen, gebruiken we ook A is pi R kwadraat. De volgende stap is het invullen van de formules. A is pi R kwadraat. Dan vul ik voor R, let goed op, de helft in van de diameter. Want de diameter is altijd twee keer de straal, dus hier moet maar de helft komen staan. Ik zet dat tussen haakjes. Doe dat ook in je rekenmachine en dan kwadrateer je dat. Nou, controleer zelf dat je dan uitkomt op 5,3 keer 10 tot de macht min 8 vierkante meter. Dit resultaat kun je gebruiken om te berekenen wat de weerstand is, wat de lengte is van de draad. En dat doe je met behulp van de andere formule, R keer A is rho keer L. Die ga ik invullen, dan staat er 16 keer 5,3 keer 10 tot de macht min 8. Is gelijk aan 17 keer 10 tot de macht min 9 keer L. En als je nu L wil berekenen, moet je deze 17 keer 10 tot de macht min 9 naar de andere kant halen. Dus wat je doet, is je deelt de uitkomst van deze kant van de vergelijking door 17 keer 10 tot de macht min 9. Ik heb dat als volgt opgeschreven en let er ook op dat ik haakjes zet bij alles wat ik onder de deelstreep zet. Dat moet, als ik hier namelijk geen haakjes bij had staan, dan zou hij dit getal, de uitkomst van deze som, delen door 17 en dat getal keer 10 tot de macht min 9. Nou, dat wil je niet. Je wilt namelijk dit hele getal delen door 17 keer 10 tot de macht min 9. Vandaar de haakjes. Als je dit berekent, dan kom je uiteindelijk uit op een waarde van 50 meter. Kijk eventjes of alle ingrediënten aanwezig zijn. Dus in dit geval, lengte is 50 meter. Grootheid is een getal, eenheid. En het getal bestaat uit twee significante cijfers. En dat zie je ook, want ik heb hier twee significante cijfers. En ik heb hier twee significante cijfers. Nou, dit is een voorbeeldvraag waarmee je kunt berekenen wat de weerstand is van een metaaldraad. Dit is een vraag die je vrij vaak terugziet op eindexamens. En je ziet, als je de stappen onthoudt, dan kom je een heel eind bij het oplossen van deze vraag. Veel succes!